Maar oké, wat verwacht je van deze wedstrijd? Ja, ik heb de Quickstep ploeg gezien en dat weten we al genoeg. Hè. Volgens mij gaan ze het wel controleren in het begin. We zijn met drie echt grote ploegen die toch gaan controleren, Lotto, Quickstep en UAE. Ik denk dat daarna wel de koers redelijk vroeg gaat openbreken. Ik denk niet dat ze gaan wachten tot de laatste ronde. Zeker met Evenepoel in de rang en Alaphilippe dan ook. Zelfs Asgreen. Ik denk dat dat drie mannen zijn voor hun doogtijd toch van deze koers. Voor jou persoonlijk, jouw team, wat wordt er verwacht van de tactiek? We zijn maar met zes coureurs vandaag. Er zijn twee stagiairs bij, dus het zal zaak zijn van in de vroege ontsnapping te zitten normaal. Allee, toch succes.